Avond aan avond is Wouter samen met zijn vader aan het bouwen. Een vlot dat moet drijven op 240 pakken, jus de ranch. Nou, ik keek een programma van BNN, proefkonijnen. En toen maakte ze een papieren bootje. En toen vroeg ik aan mijn vader of je ook een boot kon maken van pakken. En toen zegt hij, probeer het maar. Ga maar sparen. Bouw de boot en succes. Ik had zoiets van, nou, we zien waar het heen gaat. Maar hij pakt het allemaal serieus en professioneel aan. Zeker de leeftijd daarbij in acht genomen. De hele familie heeft wel stevig moeten doordrinken om Wouters plan te laten slagen. En er gaat ongeveer één pak per dag door. We zijn met z'n vijf en dan gaat er gewoon een liter door. En dan is het, er zit een dop op, dus je kan ze ook weer dichtmaken, dat ze blijven drijven. Dit is Wouters plan. Over twee weken wil hij met het vlot van Deventer tot het Ketelmeer bij Kampen varen. Een route van zo'n 80 kilometer. Tussendoor moet ik twee nachten ergens gaan slapen. In Kampen ga ik sowieso slapen en in Vezen ga ik sowieso ook nog stoppen. Eigenlijk ben ik wel best wel trots op Wouter dat hij nu hier al is gekomen. En dan de rest is eigenlijk bijzaak, hè, hoe we met een vlot nog even de uitslag varen. Toch blijft het vlot niet alleen drijven op de sappakken. De houten constructie blijkt veel zwaarder dan gedacht. Dus komen er voor de zekerheid nog 6 tonnen onder. Dan moet het zeker kunnen, ja. Want die zijn 60 liter. En als je dan 6 tonnen van 60 liter, dan is dat 360 kilo extra. Dus dan kom je op 600 kilo drijfvermogen. Dus dat moet wel goed komen. Nee, je maakt Wouter niks wijs. Komend weekend wil hij het vlot al testen op de IJssel. Ik denk dat het wel goed komt. Als je allemaal wilde ideeën had en allerlei rare dingen had bedacht, en dan was het een ander verhaal. Maar goed, hij doet het tot nu toe zo goed dat ik het niet zie als een zelfmoordpoging, maar meer als een goed geslaagde actie. Er moet ook een bootje bij blijven en je moet zwemvest staan. Er zitten allemaal regels aan, dus dat is eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. We gaan het zien. 23 augustus vertrekt Wouter met de grote versie hiervan bij het pontje in Deventer.